blijf je met? Waar blijf je met al dit hout? We hebben dit jaar wederom een hele goede oogst. Meer dan 230 kinderen doen er mee. Wij hebben als jeugdvakantieweek elk jaar een thema. Dit jaar is het thema jungle. En hebben we bedacht dat het leuk is de dagen te laten begeleiden door Freek Vonk. Een symbool te hebben voor de jeugdvakantieweek die we overal kunnen verplaatsen. We beginnen altijd traditiegetrouw met de opening, wat een act is van ja, het zoeken van de sleutel van de poort om naar het bouwdorp te gaan. Of elke keer iets anders. In dit geval betekent het dat ik met een hoop spektakel binnenkom rijden in mijn Jeep met Kano. Vervolgens de kinderen die dag jarig zijn in het zonnetje zet en de spelregels van de dag nog een keer benadruk. Om vervolgens lekker met elkaar de openingsdans te genieten. Dit is onze Jungle Store. Hier kunnen de kinderen die de prijs van de dag hebben gewonnen, ja, die kunnen hier iets heel moois uitzoeken om hun hut mee te decoreren. Kom mee verder. Het bouwdorp, datgene waar iedereen voor komt. Dit is het grote feest. En uit enthousiasme, dit is de oogst van een paar uurtjes hard werken door de jongens. En de begeleiders natuurlijk. Ja, wij zijn maanden, wij beginnen eigenlijk in februari van hetzelfde jaar. Beginnen we aan de voorbereidingen. En beginnen we bij onze sponsoren te vragen om spullen, om ja, alles wat we kunnen gebruiken. En we kunnen nogal veel gebruiken, gelukkig. Maar die pallets die beginnen we dus echt vanaf mei, ja, met dank aan een hele hoop vrijwilligers en bestuursleden. In het bijzonder onze bouwcommissie, ja, die zorgen voor dit kinderfeest. Een hele logistieke operatie. Gisteren zijn hier, weet ik hoeveel vrachtwagens, volgeladen met pallets gelost. Waar ook iedereen keihard heeft gewerkt om het in een dag allemaal klaar te zetten. En nu wordt het, en dat is echt een heel mooi iets van deze jeugdvakantieweek, wij hebben bouwopa's. En die bouwopa's, dat is ons goudgoed. Ik ga jullie laten zien. Dat zijn de mensen die erachter bij onze containers staan. Die zijn dadelijk herkenbaar aan de grijze haren. Maar die zijn elk jaar, zijn zij verantwoordelijk voor het uitdelen van de pallets aan de kinderen. Die organiseren alles in dit timmergedruis. En die zorgen ervoor dat alles ordelijk verloopt. Maar die staan hier de hele dag de kinderen van al hun timmergerei te voorzien. Vragen te beantwoorden, op de veiligheid te letten. En ze hebben het nog af en toe naar de zin ook, hè? Oh, ja, af en toe, heel de dag. Heel de dag. Ja, wij hebben er net als iedereen best wel wat aanpassingen moeten doen. Anderhalve meter. Handhaven is natuurlijk een belangrijk iets. Voor de kinderen hebben we niet zoveel beperkingen. Maar voor de volwassenen en de vrijwilligers die we nodig hebben om alles te kunnen draaien. Om het veilig te laten verlopen. Ja, daar wel. En daar hebben we gezorgd voor looproutes, een in- en een uitgang, zodat ze elkaar zo min mogelijk treffen en we zo min mogelijk verkeer hebben. Dit is natuurlijk iets prachtigs, iets unieks, dat we de leeftijd van de bouwopa's in verbinding brengen met onze jonge kinderen. En dat zo mooi hier bij elkaar komt. Super. Nou, wij houden alles bij en wij proberen zoveel mogelijk te posten op onze website jvwliemde.nl.